vader. Goedemiddag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. Dit keer ben ik op pad met mijn beste vismaat Rex. We gaan lekker wat parkvijvertjes af. Dat is voor hem ook leuk. Ik kan lekker een beetje spelen met je hondjes die langskomen. Het is november. De zon straalt. Het is heerlijk weer. En dit zijn bij uitstek ook echt de dagen in de winter dat ik aan de waterkant wil zitten. Overdag, lichtintensiteit. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Dat zet meer zoden aan de dijk, denk ik, dan wind, luchtdruk of een weersomslag. Zo overdag aast die vis echt wel met een klein beetje zonnestralen. Op ondiep water wordt hij toch goed geprikkeld om wat te gaan eten. Dus we gaan het zien. En abonneer natuurlijk jongens, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik veel plezier met het bekijken van deze video. Nou, waar ik zo in deze late najaarsomstandigheden gebruik van maak, is een combi-rigje. Haakmaatje 6, ongeveer een centimeter of 15. En een snelmannetje voor de attractie. We gaan ze weer ingooien. Heerlijk weer, december, nog 10 dagen en dan zitten we alweer in 2020. Het is nog helemaal niet koud voor de tijd van het jaar, het is zelfs echt warm voor de tijd van het jaar. Het is gewoon 9 graden, zuidenwind, prima te doen. Ik zit op een klein parkwatertje, het parkwater waar ik altijd in de winter terugkom. Er ontbreken nog steeds 2 hele mooie spiegels en die wil ik zo graag vangen hier. Dus ja. Wat gaan we in de winter doen? Een beetje targeten op die ene mooie spiegel en hopen dat die nu in mooie winterkleuren verkeert. Maar wat ik in de winter graag doe, is lokaliseren. Kijken waar zwemmen die vissen en hopelijk een soort van patroon erin te ontdekken. Nou, hoe doe je dat? Dat is dus echt heel compact, je ziet het. Alles ligt in de kofferbak. Ik heb alleen het schepnetje tegen de boom aan staan op het moment dat ik een aanbeet krijg. Scheppen, matje neerleggen, dus eigenlijk zoveel mogelijk in de auto houden en echt om de 2 uur gewoon de timer zetten en om de 2 uur op een ander plekje vissen. Zo komen we er gewoon heel snel achter waar die vissen op welke tijden liggen en ook opschrijven die en die dag met die en die temperatuur op die plek en overal 2 uurtjes proberen te vissen en dan zie je vanzelf, hopelijk na een lange tijd, kun je een patroon ontdekken en dat is dus echt het zoeken van een winterholding. 9 van de 10 keer liggen die vissen vrij gegroepeerd. Nou, met deze temperaturen, 9 graden zo in de winter, zuidwestenwindje, kan het echt nog wel lonen om gewoon instant attractief te gaan stekhoppen en hopelijk op een visje te stuiten die nog wel wil eten.
ik geniet er in ieder geval van. Ik vind het heerlijk. Dit is scherpe richtjes. Ja, een beetje prielen. Hengeltopjes niet over het water heen. Ontvangertje in de auto. Ja. Ja, dit is mooi, man. Dit is mooi. Lekker. Hoop op nog een vis, jongens. We gaan ervoor. Nou, het combi-richtje hangt er weer aan. Tweemaal. Gewoon een 20 mm boilie. En we gaan snel de hengels ingooien. We hebben er vertrouwen in. Ik heb ook de spullen mee om eventueel een nachtje te kunnen gaan vissen. Dus we gaan het eerste spotje bevissen en dan gaan we kijken of we hier succes kunnen krijgen. Dit soort kleine uitstroompjes. Alles wat het water zeg maar onderbreekt met standaard bomen, bruggen. Ik sta nu op een brug. Ja, en dan zo'n mooi wateruitstroompje van gewoon volgens mij afwatering van de weg. Ja, dat kan toch net in de winter zo'n plekje zijn waar die vissen dan graag overtroeven. Ik ben verkast naar het tweede water. Twee uurtjes gevist, geen aanbeet gekregen. Betekent in de winter voor mij gelijk weer doorgaan. Maar we gaan eens even lekker een bakje koffie zetten. En we hebben ook nog lekker verse eitjes. Lekker broodje. Dus dat gaan we zomaar eens even maken. Dus even die koffie afwachten. Nou, altijd fijn als je op een lekkere schone plek aankomt. Jongen, jongen, jongen. Eén ding, jongens. Neem gewoon altijd je rotzooi mee. Dit slaat helemaal nergens op. Moet je kijken. Visstijgers worden in ieder geval hier in het dorp goed gebruikt. Beestachtig. Een aantal blanks op rij. Een aantal uurtjes uit werk geprobeerd. Nu 5-6 keer achter elkaar geblankt heb. Dus 2020 staat om de hoek. We gaan morgen nog een paar uurtjes met Martijn op pad. Op een lokaal parkwatertje. En dan gaan we kijken of we dan nog een visje kunnen vangen. Nou, mocht ik zo meteen nog een vis vangen, schakel ik uiteraard in. Maar ik denk dat het morgen wordt. Morgen komt het zonnetje erbij ook. En dan hopen we overdag met visueel aas toch een visje te kunnen prikken in deze koude omstandigheden. Nou, het komt goed. Gewoon gaan. Dat is de formule. Gewoon gaan. Zo jongens, de beste wensen allemaal. Oh, het is zo verschrikkelijk koud. We zijn aan het vissen. We zijn de koffie aan het klaarmaken. 1 januari jongens. Het is 8:30 ochtends. Oké, alle hengels liggen in. En ik denk echt dat er een vis uit gaat komen. Ik heb echt een super goed gevoel erbij. Dus we gaan eerst even lekker een bakje koffie drinken. Het is echt koud. Nou jongens, mijn auto wil echt niet ontdooien. Oh, het is koud. Op de waterkant. Hamburger aan het bakken. Het ziet er lekker uit. Het begint een beetje te schemeren. En netjes. Dat is top. Oh, mijn handen zijn ijs en ijskoud. Het ziet er super gezond en vitaal uit. Rustig. Rustig aan. Wat een plaatje. Wat een plaatje, jongens. Wat een winterbeloning. Oh, mijn handen vriezen eraf. Oké, jongens, ik moet jullie gewoon die andere kant nog even laten zien. Kijk eens. Schitterend. Oh, het is zo koud. We gaan een fotootje schieten en dan gaan we hem terugzetten. Yes! Drama met deze camera. Hoor je hem? Oké, jongens, de eerste vis van 2020 is binnen. Oei, lekker jongens. Jezus, als jullie mij gevolgd hebben op Instagram, dan kunnen jullie wel zien dat ik zeker 15 keer geblankt heb. Ik zoek dan ook niet de makkelijkste wateren op.
Ja, normaal loopt het hier gewoon echt goed, maar merk gewoon dat in de loop van de jaren deze putjes allemaal een beetje aan het dichtslippen zijn. En daar heb ik dus ook echt last van tijdens het vissen. Het vissen wordt minder. Ik vang ze minder, wordt natuurlijk wat best wel redelijk wat gevist. Dus de vissen die kennen ook wat dressuur. En daarom heb ik voor het eerst in mijn hele leven gevist met een pop-up rigje. Geen chotrig gedaan. Ik denk wel denken van, hey, Ruben, dan kan ik hem pesten. Echt niet. Kijk, het systeem is op zich niet zo moeilijk. Dat vertelt natuurlijk Corda ook, dus daar ga ik natuurlijk niet te lang op in. Een helikoptersysteem. Ja goed, ik ben er echt wel voorstander van. Ik ben nu die nieuwe HeliSafes aan het uitproberen. Patrick, bedankt trouwens. Ik snapte er geen reet van hoe ik ze in elkaar moest zetten. Helikoptersystemen zelf ken ik uiteraard wel, maar met dit systeem was ik nog niet zo bekend. Dus ik moet even goed in volgorde zeggen. Het was vandaag echt een stralend blauwe dag, redelijke temperatuur. Dus ik denk fluoriserend aas, pop-upjes. Ik moet aan de slag met een pop-up rig. En de spinnenrig in dit geval heb ik verkozen boven een chotrig of wat dan ook. Omdat, ja, wat mij een heel goed aspect leek van deze rig is dat die haak 360 graden kan draaien op de swivel. Maar goed, Danny Fabris kan het natuurlijk veel beter uitleggen dan dat ik dat doe. Maar ik heb gewoon mijn eerste vis en gelijk een pareltje ook. Echt een prachtige vis. Mooi, ja, mooier kan het eigenlijk niet. Ja, helikoptersysteem jongens. Mocht de onderlijn wegschuiven van de hoofdlijn, dus hoofdleader in dit geval, freefall. Dan tikt hij deze beat eraf en vemt de vis alleen maar met de onderlijn. Ik kan het niet zo vaak mogelijk benoemen jongens. Visveilig, dit is echt 100% visveilig. Ik heb net al een karper weer zien springen, dus ik ga deze hengel er gauw weer uitgooien. Blijf er nog een klein uurtje. Hopen dat hij nog een keertje afgaat. Conclusie, wat voor pop-up rig je dan ook aanhangt. In de winter kan het dus echt lonen om actief op zoek te gaan naar de vissen met een pop-up riggie. Al heeft me dat wel 15 blacks gekost. Maar goed, we gaan er gewoon voor jongens. We gaan er nog 1 uurtje voor. En anders dan, ja, mocht het nog wat zijn, schakel ik in. En anders dan ga ik lekker eten. Zet ik de camera uit en zie jullie niet meer. Doei. Zien jullie me niet meer. Doei. Oké, goedenavond. Ik ben met behulp van de Deeper Pro Chirp stekken aan het zoeken op het parkwater hier in de buurt. Ik ga een paar uurtjes vissen en ik ga kijken, eerst een paar keer met die dieper gooien om te kijken of ik ergens een kuiltje kan vinden. Sorry, mijn microfoon doet het niet, dus ik moet het heel even zo doen met dit geluid. Ik ga zo de batterij vervangen, maar hey jongens, laten we gaan gooien en kijken of we überhaupt een mooi tolutje kunnen vinden. Of er iets, een aanknopingspuntje zit waardoor we hier succesvol kunnen zijn en ja, hopelijk die grote megaspiegel kunnen vangen. Echt heel weinig en voor de rest doe ik eigenlijk niks anders. Nou, jongens, ik zit echt in een netjes. Het is een vrij onrustige buurt hier. Hangjeugd, altijd herres hier. Ja, altijd herres, altijd. Ik denk over een paar dagen, dan wordt het beter weer. Het gaat morgen en overmorgen regenen. Maar zodra de lichtintensiteit terug is, dus een strak blauwe hemel, dan gaan we echt opvallend aas, single hook bait. Kom, twee Engels. Oh, een tik. Die staat op camera. Wat een tik, ouwe. Twee Engels tegelijk gehad. Ja, hij loopt weg. Twee Engels tegelijk gehad. Haha, live op camera. Ja, ik heb hem op de GoPro staan gehad. Oh, mooie vis. Weer een mooie spiegel. Mooie vis hoor. Kijk eens jongens, ik ga even een mooie vis zeg. Super vol, je zou echt niet zeggen dat het winter is. Moet je kijken, wat een buik hè. Tweede vis. En weer op die rare spinnenrig.
op een pop-upje. Ja jongens, geloof het of niet, maar hij zit genageld in de onderlip en hij zit perfect. Ik ga hem eventjes wegen, jongens. 15 kilo in de sling. En daar gaat nog wel wat matje vanaf van een kilo. Moet natuurlijk eerlijk blijven. Wat een winterparel. Ik hoop dat ik een beetje scherp ben. En zo niet, jullie kennen het, maakt het natuurlijk weer helemaal niet uit. Die vis gaat voor. In het net achter me ligt de tweede vis. Ik denk dat die iets kleiner is dan deze vis, maar... Ah, rustig aan, vriend. Rustig aan, maat. Hoppa, rustig aan. Kijk eens. Zo in januari. Is dit niet verkeerd, hoor. Wat een buik, man. Prachtig. Mooie vinger. Mooi, hè? Wat een parel. Zo. We gaan snel een paar foto's schieten. En zoals gezegd, mag ze weer lekker gaan zwemmen en gaat vis 2 op de camera. Twee vissen binnen 10 minuten, jongens. We vinden een maan en op een blank streak. En die is toch wel even lekker onderbroken zo. Kijk eens even, jongens. Wat een dikke, dikke vis. Kijk. Hij is toch alle blanken in één keer vergeten weer. Wat een prachtig beest. En op pop-up riggies. Moet ze toch maar vaker gaan gebruiken, jongens. Die uitzet is die groei als kool. Wij gaan lekker door. De hengels liggen alweer in. Hopen op nog een paar mooie vissen. Januari 2020. Wat een start, jongens. Wat een start. Maar hij loopt! Als jullie dit zien op beeld... Ik ben vol op mijn mouw gegaan. Oké, jongens, ik ga even concentreren op de drill. Doei! Nou jongens, het zal een beetje donker zijn. Maakt voor dit kleine schuppie ook weinig uit. Wat kan het prachtig zijn, dat vissen. We gaan hem gaan terugzetten. Dames en heren, dit was het weer. We hebben in de winter toch nog een aantal mooie vissen weten te vangen. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Deel hem op je Instagram of op elk andere social media platform. En ik reageer en ik repost iedereen die mijn video deelt. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op naar de 6000 abonnees. Dat moeten we nu toch echt wel gaan halen. Dus bij deze wil ik jullie allemaal bedanken en benadruk, abonneer en tot de volgende video. Later.